Zijn kuiltjes lachend om de regen. Hevig smachtend reikte ik verlegen, begeerig en dorstig naar zijn levenslint. Alleen ik zag het fladderen in de wind. Hoe had deze man het geluk verkregen? Ik trilde, bijna kon ik hem voelen. Haast raakte ik zijn doordrenkte kleren aan. Maar de massa ging alweer krioelen. Rijkhalzend zag ik hem ineens niet meer staan. Ik viel met een klap tussen de stoelen. Nog voor de klik moest komen, was het al gedaan. Ja, dat is eigenlijk het gedicht. En dat thema komt ook terug in een liedje van Edith Piaf. La foule. En la foule betekent de massa. En dat gaat ook over twee mensen die elkaar tegenkomen in de massa en die elkaar ook direct terug verliezen. La foule. En dat ga ik ook niet spelen. Thank you.
Dat gaat over schrijven. Ja. Je begint daaraan met grote plannen en ik ga dat en ik ga dat, maar je moet altijd bijstellen. Want je ziet dat dat toch niet zo gemakkelijk is dan dat je eigenlijk denkt. Bijstellen. Even dacht ik te kunnen vliegen tussen de grote vogels, want ik schreef. Toen werd het springen over een hoge lat, omdat ik luisterde. Nog moest ik verlagen tot een trage wandeling, aangezien ik had gelezen. Dan kroop ik tastend langs de afgrond en volgde het spoor dat me leidde naar een unieke plek waar ik een teder wit bloemetje vond. Vandaag weet ik eindelijk dat ik mijn eigen lied moet zingen. Zie je? Dus iedereen schrijft. En het lied dat ik ga draaien, ik ga het nu op mijn kleintje draaien, dat gaat over dat teder wit bloemetje. En dat is Edelweiss. Ja. Uit de Sound of Music. En? Ja. Ik heb hier al gelekt. Ja. Voor mensen die geen Edelweiss kennen, had ik het schilderijtje meegebracht. Ja. Edelweiss. Voilà. En dat zal ik ook nog doen. Sta klaar. Sta klaar. Oh.
Dat gaat over de tulp. Ik heb ook vroeger reizen begeleid. Onder andere een reis naar Amsterdam. En dan heb ik mij in mijn voorbereiding toegelegd op het bestuderen van de geschiedenis van de tulp. En ik was daar zo van onder de indruk dat er op een bepaalde periode in die geschiedenis dat de tulp evenveel waard was als een mooi huis aan de grachten in Amsterdam. De tulp niet, maar de boom. Eén boom. En daar heb ik een gedicht over geschreven. Want... Turkije, ja. Maar in Nederland zijn ze geraakt via een Antwerpenaar, eigenlijk. En wat dacht ik daar nog over te zeggen? Ah ja, eigenlijk, het verhaal dat in het gedicht beschreven wordt, dat is de eerste beurscrisis. Want dan is op een bepaald moment die markt in elkaar gestort. En dan waren de handelaars in de tulpen alles kwijt. Daarover gaat het gedicht. 16e eeuw. Tulpomanie. Jan Jacobszoon uit Haarlem, die was geslaagd in het leven. Hij had voor vrouw en kinderen een schoon pand bijeengeweven. Maar op een dag werd hij bezeten door één tulp met strepen en rood-geel gevlamd. Ze had in zijn verstand gebeten en zijn kop geheel verlamd. Op de koopdag zat hij in de herberg, gerstenat in de pot. Sloeg met zijn vuist op tafel en toen deed hij zijn mond. Heer veilingmeester, ik geef mijn huis voor deze boom. Die in de lente mij zal schenken zijn kleuren rijk en vol. Toen kwam die vreselijke maand van maart. Als een kaartenhuis stortten de prijzen ineen. Menigeen verloor al wat hij had gespaard. De tulpendroom was over. De stad hing vol geween. Gespeeld en verloren had Jan Jacobszoon. Met zijn gezin liep hij op straat te dolen. Hij werd het doel van grove spot en hoon. Zat 's nachts onder de brug verscholen. 3 dagen later dreef zijn lijk al in de gracht. Het volk was snel te hoop gelopen. Daar lag een man die in zijn dwaasheid had gedacht de schoonheid van een bloem te kunnen kopen. En welk liedje zou daarbij passen? Tulpen uit Amsterdam. Thank you.
Hongarije. Dus dat heb ik geschreven na een reis in Budapest. Een citytrip naar Budapest. Maar er zit ook weer iets in over de vluchtelingen, want Hongarije heeft de grenzen gesloten voor de vluchtelingen. Dat komt erover. Dus aan de ene kant heb je de toeristen en aan de andere kant heb je de vluchtelingen. Magyar. Exotisch land op de postzegels van de kleine filatelist. De Dunja snijdt onverbiddelijk de stad in twee helften. Langzaam komt het aroma vrij van een rijpe perzik die zich niet geheel vrijwillig heeft aan wie haar proeven wil. Zij die kunstig baantjes trekken in een sprookjesachtig bad met trotse armoevozuilen. Zij die savoureren van een rijk gevulde dis met paprika en goulash, terwijl het obligate zigeunerorkest de smaak der kruiden en de hartstocht nog versterkt. Intussen lachen oude mannen hun zorgen weg door te schaken in het warme water van de Stefansbron of trachten zich de regels van de verleidingskunst te herinneren. Aan de zuidgrens bouwt de macht in allerlei een muur die de stroom van niet-toeristen tot stilstand brengt. Naast de synagoge, symbool van respect en tolerantie, huilt de treurwilg van Imre zilveren tranen. De poesta is leeg. Eenzaam danst de blauwe herder een opwindende tjardas met zijn paard. Dat is het gedicht. Naast de synagoge staat een beeld in zilver. Dat is een treurwilg met allemaal heel kleine plaatjes. En dat is van de beeldhouwer Imre Varga, een Hongaar. En die heeft een beeld geschonken aan Brussel van de Hongaarse componist Béla Bartók. Dat is van dezelfde. En wat hoort daarbij? Welke muziek zou daar kunnen bij horen? Zigeunermuziek, een tjardas. Ja, het is de tjardas van Monti. Je hebt ook al gehoord, ja, Chantal. En dus een tjardas is gekenmerkt door het ritme dat traag begint en dat dan altijd meer gaat opzwepen. Dat ga ik op mijn grootorgel spelen en dat gaat mij een beetje doen.
ik heb een gedicht geschreven dat zo'n beetje ondeugend is eigenlijk. Het gaat over de lente en de kriebels die we dan voelen. En dan hebben we zo koesting om zotte dingen te doen. De titel is In de boomgaard. Monique, houd u vast, hè. Gewekt door de eerste warmte groeit in mij een ongeleid projectiel dat naakt en met gespreide armen het licht breekt. De vrije loop van vochtige grasvoeten en borsten in een hippiejurk van geel Indisch katoen met 100 uitdagende knoopjes. Zwiepende takken lossen hun bloesemgeuren en onstuitbaar dringen signaalstoffen brein en luchtruim binnen. Een slinger van kralen in een buik vol van genade, machtig klaar voor het vangen en ontvangen van een heer. Of twee. De zustertjes zijn toch weg. De zekerheid dat vandaag wordt gekleurd buiten de lijnen. Zij spelen hun eigen spel. Daar gaat het over. Welk liedje zou daarbij passen? Goeie. Hoe voelen wij ons? Als we ons supergoed voelen, als de eerste zon schijnt, dan zijn wij in de boot. Was buitengewoon. Dat sixpack, die schouders,
die zachtheid van wil. Ik dacht, die moet ik binnen doen. Mijn drift trad buiten mijn wil. Langzaam sloop ik dichterbij. En binnen de kortste keren stond ik zijn goddelijke lijf van buiten te nemen. Gunzig keek hij me aan en vroeg, wilt je met mij naar binnen? Door 6 woorden was ik buiten zin. We bedreven het spel van het binnen. Hij kwam binnen en buiten, binnen en buiten. En eindeloos herbegin. De buit was binnen. Toen we op het groen in de armen konden sluiten. We glipten zachtjes naar buiten, de glimlach op de lippen. Tegen een muurtje lag een kat, genoeglijk te spinnen. Het plezier zat bij haar ook van binnen. Ash, ja. The Ring of Fire. Ah, The Ring of Fire. En naar het schijnt wordt The Ring of Fire wordt daarmee een spier van de vrouw bedoeld. Ja. Meer ga ik daar niet over zeggen, want we zijn in de kerk. En het liedje dat ik ga draaien...